Mijn naam is Carlien Ritter. Ik ben hoofdmuseale zaken in Museum Zwaanstein. En ik ben de conservator voor de tentoonstelling Het Kerstverhaal uitgestald. Uh, wij tonen hier meer dan 100 kerststallen. En doen dat samen met Huygens Hofwijk en met de ondernemers van het Huygenskwartier. Uh, in het hele Huygenskwartier tonen we dus meer dan uh, 100 kerststallen. Van verschillende formaten, materialen uit verschillende landen. Daarnaast hebben we verschillende activiteiten. We hebben niet alleen het kerstverhaal en de tentoonstelling, maar we hebben ook verschillende workshops voor kinderen. We hebben presentatie door de bruikleengevers en we hebben voorstellingen op Hofwijk. Ik ben Broeder Frans, Broeder Frans Wils van het Stadsklooster in Den Haag. Ik ben blij met mijn naam Broeder Frans. Broeder vind ik mooi, je staat dicht bij mensen. En Broeder Frans omdat de eerste, de echte Broeder Frans, in 1223 de eerste. Levende kerststal heeft uitgebeeld in Grescio in Italië. Daar heeft hij zeven eeuwen geleden voor het eerst het kerstverhaal uitgebeeld. En op allerlei manieren zijn nu op de hele wereld mensen bezig rond kerststallen. Op de hele wereld worden kerststallen gemaakt en zijn verzamelaars en zijn mensen liefdevol bezig met dit prachtige cultuur erfgoed. Zo zou je het ook kunnen noemen. Het mooie van een kerststal is je kunt helemaal je gevoel erin leggen. Je mag het op je eigen manier doen. Er komen in de kerststal mensen voor, dieren, planten. Het gaat over de aarde, het gaat over de hemel. Het verhaal past altijd in welke tijd je ook leeft en zeker ook in deze tijd. De heilige familie gaat op de vlucht naar Egypte. Het kerstfeest is een feest van licht en liefde. Maar het is ook een verhaal van donker en pijn en haat. En toch willen we het Kerstverhaal steeds weer horen en daar nieuwe hoop uit putten voor onze wereld: om van het donker naar het licht te gaan. En er is hier een hele mooie verzameling bij elkaar en ik wil van een paar van die uh, groepen iets vertellen. Broeder Frans van Assisi was in 1223 begonnen met de eerste levende kerststal. In 1289 Arnolfo di Cambio maakte de eerste kerstgroep met beelden die verplaatst konden worden. In de 18e eeuw waren de hertogen van Napels. Maakte onnoemelijk grote, uitgebreide kerstgroepen. die onbetaalbaar waren voor de gewone man en vrouw. Maar vanaf de 19e eeuw is de kerststal ook in de gewone huisgezinnen gekomen. Hier is er een voorbeeld uit de 19e eeuw. Het is hout gesneden, heel simpel van het gezin. wat op zoek was naar een plekje waar ze even tot rust konden komen. en waar hun kind geboren kon worden. De kerststallen van de 18e eeuw die waren voor de gewone man onbetaalbaar. Vanaf de 19e eeuw kwamen de kerststallen wel de gezinnen in en dat kon omdat er toen materialen kwamen zoals gips die het mogelijk maakten om kopieën te maken die veel minder kosten. In Nederland waren er op een gegeven moment wel 50 fabriekjes waar gipsen beelden werden gemaakt. Een van de beroemde is Paridon. Maar ook kwamen er steeds meer soorten kunststof. Zoals bijvoorbeeld deze die eruit ziet als Dallas blauw. Maar het is gewoon keihard plastic. Deze groep staat eigenlijk erg laag. Want pas als je op deze hoogte bent zie je hoe mooi die gezichten zijn. Als je bijvoorbeeld deze Maria ziet, er zit zo'n mooie uitdrukking in. Maar het leuke is wel, nu staat het op de hoogte, dat een kind van vier of vijf jaar kan zien hoe mooi al die figuren zijn. En warmte en gevoel, dat zie je eigenlijk in al die beelden. Dus het is de moeite waard als je een kerststal bekijkt, om te kijken naar de details. En dan voel je wat de maker of de maakster erin hebben gelegd. Ik ben Meindert Marijs en iedere zondagmiddag in de periode dat het museum is opengesteld met de kerststallen, houden we ons bezig met het verhalen uit de kerstkring. Het is zo dat er enorm mooie verhalen aan die hele kerststal zijn verbonden. We staan hier bij de Napolitaanse stal. We zien daar uiteraard de drie koningen en er is zelfs een vierde koning, Artaban, waar we ook in interessante verhalen over kunnen vertellen. Herder zijn er. De mensen uit de stad zijn gekomen om te kijken naar het kindje Jezus. U begrijpt. Om al die verhalen heen kunnen we dus hele mooie plaatjes laten zien tijdens die presentatie op iedere zondagmiddag. Ik hoop u daar te zien en dan kunnen we samen dit hele mooie verhaal opnieuw beleven. Er zijn grof gezegd twee soorten kerstgroepen. De ene is de Oriëntaalse groepen. Bij een Oriëntaalse groep zijn de beelden zodanig uitgebeeld. zoals wij denken dat het er in de Oriënt in die tijd 2000 jaar geleden uitzag. Bij een Oriëntaalse kerstal wordt de nadruk erop gelegd. dat het gaat over een verhaal van 2000 jaar geleden. In het Midden-Oosten. We hadden daar de Oriëntaalse kerstal, en dit is een landeigen kerstal. Dit is een groep gesneden in Malawi. Het is niet alleen maar een verhaal van lang geleden en ver weg, maar het heeft iets te maken met ons leven hier en nu. En dat is eigenlijk wat ik je zou willen toewensen, dat als je hier rondloopt, dat je iets kunt voelen van dat kerstverhaal is niet alleen van lang geleden en van ver weg, maar het heeft te maken met ons eigen leven hier en nu. De tentoonstelling Het kerstverhaal uitgestald in Museum Zwaanstein en in Huygenshofwijk is te zien van 9 december tot en met 14 januari 2018.